staan erom bekend dat ze over het water kunnen rennen. Zo. Over het water kunnen rennen? Als ze achterna gezeten worden bijvoorbeeld of naar de overkant willen, dan rennen ze echt heel snel over het water. Hè. Hey, Noelle hier, jullie video range van Burger Show. Super leuk dat je weer kijkt deze week. Wow. Zoals jullie al zien, sta ik in de mangroven. En ga ik vandaag een video opnemen over een hagedissensoort die hier is losgelaten. Over welke hagedissensoort het gaat, weet ik niet. En daar ga ik een dierenverzorger over spreken. En ik sta hier bij dierenverzorger Thomas. Thomas, goedemorgen. Is het nog morgen? Ja, ik weet het niet. Jazeker. Oké. Ja, het is nog hartstikke vroeg. Hoe heet deze hagedissensoort? Bruine basilisk. Bruine basilisk. Basilisk, ja. Oké. En waarom zet je een nieuwe hagedissensoort hier vrij? Nou ja, we proberen een heel ecosysteem te laten zien. En daar zijn ook hagedissen natuurlijk ook een onderdeel van. Ja, oké. Dus dat zou ook helpen met bepaalde plaagdieren een beetje onder controle te houden. Ik heb bijvoorbeeld ook kakkerlakken, krekels. Echt? En die moeten natuurlijk ontruimd worden. En dat doet zo'n hagedis? Ja. Een basilisk dus. Jazeker. Kunnen we hem zien? Want ik weet eigenlijk niet eens hoe die eruit ziet. Dan moeten we even gaan zoeken. Oké, dan gaan we zoeken. Waar zitten ze vooral? Ze zitten vooral hier in het droogbosdeel, hier rondom het avontuurpark. En moet ik juist op de grond kijken of juist in de bomen? Ooghoogte. Ooghoogte? Ja. Hoe zien ze eruit? Hebben ze een schutkleur? Ze zijn bruin van kleur, dus wel een schutkleur. Ja. Ja. Ze zijn niet heel erg opvallend. En dat is denk ik ook nodig in het wild, zo'n goede schutkleur. Dan word je minder snel gespot door roofdieren. Ja, precies. En ik hoorde dat jullie er hier twee hebben, een stelletje. Ja, een mannetje en een vrouw. Oh, dus dan heb je binnenkort hier ook wel jonge hagedissen. Dat zou leuk zijn, ja. Daar zagen we hem ergens aan. Ja, daar een vrouwtje daarachter. Ja. En ik loop hier achter Thomas aan, echt achter de schermen in de mangroven. Want hier had je hem vanochtend gezien, toch Thomas? Jazeker. Oké, nou dat wordt goed zoeken dus, want ik heb net even snel een foto opgezocht, maar ik weet niet hoe groot hij in het echt is eigenlijk. Hij ligt er nog. Hij ligt er nog. We kunnen even op avontuur gaan en iets dichterbij kijken. Kijk hier dus. Oh, het is echt een hagedisje. Jazeker. Ja, daar zit hij in de verte. Wat is dit geluid trouwens? Regen. Oh, het regent. Ja. Oh, wow. Oké. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Amerika. 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 Oké. Het komt wel echt uit het goede gebied, zeg maar, wat we ook na proberen te boden. Ja. Dus daarom hebben we het uitgezet natuurlijk. Want hebben jullie deze hagedissensoort zelf gekweekt? Nee, deze komt van een andere dierentuin. Oh, deze komt van een andere dierentuin. Het is wel nakweken. Ja. Heeft hij nou zulke lange achterpoten of lijkt het ja, maar zo? Ja, zeker. Ze staan erom bekend dat ze over het water kunnen rennen. Zelfs. Over het water kunnen rennen? Jazeker. Als ze achterna gezeten worden bijvoorbeeld of naar de overkant willen, dan rennen ze echt heel snel over het water. Oké, Thomas, we hebben nu zeg maar deze hagedissoort gezien. Mm-hmm. Maar komen er in de toekomst nog meer diersoorten hier in de mangrove om alles een beetje in balans te houden? Dat is wel de bedoeling, ja. Het is leuk aan een nieuwe ecodisplay, je kan steeds nieuwe dingen toevoegen. Ja. Op een gegeven moment is de beplanting bijvoorbeeld ook stevig en groot genoeg om misschien leguanen te kunnen krijgen. Leguanen? Oh, dat is wel gaaf. Ja, wie weet. Ja. Dus jullie proberen echt zo'n wereld, de mangrove, na te bouwen met alle dieren die daar eigenlijk in het wild ook leven. Complete ecosystemen. Ja, dus dat je echt een complete wereld in een heel klein stukje hebt. Ja. Dat is wel echt heel gaaf. Oké, ik wil je heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Graag, dankjewel. Heb jij nou nog vragen over eco-displays, over de Rimba, de Ocean, de mangrove en alle andere? Laat dan een comment hierachter. Dan hoop ik dat je dit een leuke video vond. Doe een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!